Dexie die heeft een mega teek in zijn nek. Klot. Oh, ze hebben hier ook echt schattige wiegjes. Kijk dit dan. Ik heb echt mijn hoofd even helemaal vol zitten. Het is vandaag woensdag en we beginnen de dag met een ratslag. Oeh. Jola zit even in de boerenwei. Niet te veel hooi op je vork nemen. Onverstaanbaar. Oepsie. Oh. Zo, we gaan naar school. Heerlijke weer! Beautiful day! Ik hou er zo van! The sun is shining! I feel good! No one's gonna stop me now! Goedemorgen, lieve Jax. Jax heeft een hele knuffel vriendenclub verzameld. Heb jij zoveel vrienden? As usual heb ik weer een paar dingetjes besteld op United Wardrobe. Dat komt vooral omdat ik dus echt geen zomerkleding meer pas. Alhoewel, dit kettingje heeft geen rol met zomerkleding te maken. Maar oké, ik pas mijn zomerkleding niet meer. Dus ik ben dan gewoon best wel veel aan het rondstruinen op internet. Naar leuke dingetjes om te bestellen. En toen kwam ik gewoon dit kettingje tegen. Dus vandaar. Toen dacht ik, ja, ik vind dat wel leuk een keer een kettingje erbij. Ja, leuke kettingjes. En dit broekje had ik van iemand overgenomen. United Wardrobe. Helemaal leuk voor de summer. We hebben weer eens schuim met muisjes. Want mijn nichtje is er. Oh. Zit je lekker, Jax? Ja. Zo. Goed. Nou, Jola heeft haar badje zelf geregeld. Ze heeft hem opgeblazen en met een klein beetje hulp gevuld. Lekker hoor. Bart heeft weer gezonde boodschapjes gedaan. Wat goed van Bart. Wat een topper. Wauw. Super nice. Oh, deze. Deze zijn zo vaak in de aanbieding bij de Albert Heijn. Maar die vind ik zo lekker altijd. Deze heeft Bart ook gekocht. Hadden ze hem bij de Albert Heijn, die tekentang. Oh, wow. Twee volle tassen. Ongezonde dingen. Yay! Bijna. Een tekentang. Daar kwam Mare achter. Dexie die heeft een mega teek in zijn nek. Oh. Volgens mij moet die erna om het te ontsmetten. Ja, dat denk ik ook hoor. Heus niet om hem dronken te maken. Kom. Hij is echt dik. Ja, hij laat hij is elk echt moment huge. Los. Oh. Even. Goed. Ja. Wow, nu zie je hoe dik hij is. Kom. Oeh. Schroefje, die was het wat rustig. Ja, anders gaat hij misschien happen. Ja, wil je hem goed vasthouden? Oeh. Misschien moet toch Bart erbij komen. Hey. Ja. Oh, even tellen. Oh. Hij heeft hem er zelf uitgehaald. Ja, vier pootjes. Moet het er vier zijn? Ja. De vier aan elke kant. Ja. Ja. Ah, een dikke tik. En wat doen we er nou mee? We moeten hem pakken en weggooien. Ik vraag me überhaupt af van insecten. Wil je een bikini lenen? Bart heeft iets gekocht omdat hij pannenkoeken wil maken. Doordat mijn vrouw vaak in de keuken staat. Oh, jijzelf zou je bedoelen. Ja, dit maakt het wel een stuk makkelijker, dus ja, inderdaad. Nee, we hebben hem vooral omdat we dan pannenkoeken kunnen maken. Nee, babyhapjes. Wow. Ik heb gewoon nog nooit een keukenmachine gehad. Ja, eigenlijk niet de eerste keer. Ik wel, een baby. Kijk hoor. Kan je dat beter ook maken? When I saw you, I knew we'd be together.
morgen donderdag. Dat is het vandaag. We hebben nog 8 minuten. Heb ik gisteren helemaal niet echt gevlogd meer of zo. In ieder geval hebben we dus Bart heeft dus dit ding gekocht en heeft pannenkoeken gemaakt. Super leuk. Afwas staat er nog wel. Vaatwas er nog steeds niet. Maar goed. Hè? Verder, mijn nichtje was er de hele dag. Dus het was gewoon super gezellig. Lekker spelletjes gedaan. Een beetje met Jax geknuffeld. Jax had wel een beetje een huilerig dagje. Maar aan het einde van de dag bleek ook wel waarom. Want vlak voordat we gingen slapen had hij even losgelaten, zeg maar. Dus daar waren we wel blij mee. Hij was weer een stuk opgeluchter. En dat merkte je dus. Nou, hij zit nu weer lekker in zijn velletje. Ik ga weer vandaag een beetje weer gezond te eten. Ik heb namelijk spierpijn. Misschien hebben jullie dat wel gezien, dat ik ging turnen met Jola. Nou, ik ben dus niks meer gewend. Elke stap voel ik. En Bart, die gebruikt deze. Daar gaan we voor. Kan vast niet verkeerd zijn. Oh ja, en voor degene die straks gaan vragen hoe die eiwitten waren. Nou, het smaakt gewoon, het proeft, smaakt nergens naar gewoon. Het is gewoon, ja, je kan het volgens mij ook niet echt heel erg vies vinden, want er zit niet echt smaak aan. Maar het is ook wel top om het ergens doorheen te doen. Als je bijvoorbeeld een ochtendshake maakt met havermout en zo. Maar daar schep je doorheen doen voor je eiwitten. Hey. We zijn heel eventjes bij de Noppes, want ik wilde heel eventjes kijken of ze daar misschien iets leuks hebben om te spelen voor Jax. Want die goedkope dingetjes, die zijn wel handig misschien om mee te nemen op vakantie of gewoon een beetje ja, mee te spelen. Het is toch maar heel tijdelijk. Dus we gaan heel even kijken wat ze hier hebben. Het wordt wel sjouwen met Jax. Zo, Jax zit er lekker bij. Ja, dit is ook echt super leuk. Je hebt hier allemaal zelfgemaakte kaarten. Voor 50 cent. Echt super schattig. Ik ga er een paar meenemen. Eens even kijken. Nee, dit is niet echt een boeiend pippertje. Deze is helaas roze. Oh, ze hebben hier ook echt schattige wiegjes. Kijk dit dan. Ja, dan moet je dat helemaal gewoon mooi oppimpen. Dat is wel leuk. Wel grappig. Deze is wel handig voor vakantie. Dat bedoel ik nou. Gewoon zo'n simpel dingetje van 1,20. Gaat ie? Yes, daar ben ik weer. En er is iets binnengekomen wat ik heel even met jullie wil delen. Waar ik heel erg blij mee ben. Al een tijdje op zitten wachten. Jawel. Het parasolletje voor bij de kinderwagen. Ja, je hebt het vast wel eens gezien dat ik wel eens een hydrofieldoek zo op de wagen had. En later had ik zo'n heel dun, soort van, hoe noem je dat? Nou, heel dun lakentje. Een klein beetje tegen de zon om over de wagen te doen. Maar natuurlijk niet dat het helemaal alles afdekt. Want het is super gevaarlijk. En ik ben dan wel blond. Maar ik kan me nog wel inbeelden dat wanneer je dat helemaal afschermt. Dat het absoluut niet goed is. Maar een parasol is natuurlijk veel beter. En dus uiteraard nu gewoon een bijpassend parasolletje. Jola die gaat daar in de verte. Die is lekker aan het skileren op haar nieuwe skiler. We hebben hele goede gevonden bij de Noppes. Voor een tientje. De kindertjes liggen allebei lekker op bed. En Bart die moest nog even wat werk afmaken. Die zei, ga Game of Thrones verder kijken. Dus die heeft het helemaal klaargezet voor me. Maar ik heb zelf echt zoiets van, dat is zo zonde van mijn tijd. Ik heb zo ontzettend veel dingen te doen. Ik heb echt mijn hoofd even helemaal vol zitten. Dus ik ga dat even niet doen, denk ik. Oh, dit hangt er ook echt lekker bij. Het begint een beetje af te takelen hier. Anyway, ik ga dit niet doen. Ik ga nog heel even aan het werk. Ik ga wel jullie gedag zeggen. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En dat is helemaal gratis. En duimpjes. Thanks. Bye. Rock that joint.